Okay, we moeten ons terug goed beginnen voorbereiden, rustig alle kopjes bij elkaar steken en er terug voluit tegenaan. Antwerpen kan een sportief succesje wel gebruiken om de bolwassing in de beker weg te spoelen. Het is even zoeken in de beginfase. Birkenmaas lanceert dan Ahmed Sababti. De kapitein mag het veld oversteken en kan ongehinderd uithalen. 1-0 na 8 minuten. Mechelen moet even de wedstrijd van de sterkste ondergaan. Antwerpen is baas. Een alerte Hito kopte 3-0 tegen de Touwen. De wedstrijd lijkt nu al in een beslissende plooi te vallen. Maar Mechelen is niet gekomen om zich te laten afslachten. Samrouni komt alleen voor doel. Wachten en dan een dodelijk oppippertje. 3-2. Hebben weer een wedstrijd. Antwerpen kan maar moeilijk afstand nemen van Mechelen. Ziet Tooney met de 4-3. Ook deze gaat er lekker in. Maar ook de thuisploeg kan knappe goals maken. Gouden schoen als Ishito zoekt naar de opening in 5-3. Al dat fraais wordt ontsierd door deze elleboogstoot van Samir. Rode kaart en van het veld. Sababti is het slachtoffer zonder al te veel erg. Ze moeten dat ook gebruiken om tegen ons iets te kunnen halen. En ze weten als ze dat gaan doen, dat wij ons gaan oppitsen. Dat we natuurlijk ook er iets anders van willen tegenoverstellen. En ze gebruiken dat en dat is misschien hun volste recht. Wij moeten eruit leren. Wij moeten gewoon slimmer worden. En dan mogen die jongens stampen zowel als ze willen. Ze willen scheidsrechters wel op tijd ingrijpen. En dan wordt dat vanzelf opgelost. Het is pas bij de 7-4 van Bakar alweer een straffe goal. Dat Antwerpen de wedstrijd definitief naar zich kan toetrekken. Als Ishito legt dan met een hattrick de eindcijfers vast. 8-5, Antwerpen wint, maar imponeert niet.